Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van A Story About My Uncle. Dit is een first person avonturen game en dat is ook het enige wat ik er vanaf weet. Ja, dat gaat over een jongetje die op zoek is naar zijn oom. Dat weet ik ook. Dus we gaan meteen kijken wat het is door te starten met een nieuwe game. En ik heb niet eens een previous save. Hoe kan dat nou? Ik heb het spel nooit gespeeld. Oh, als ik continue doe, dan begint hij ook weer met het hoofdscherm. Ja, precies. We beginnen met een nieuwe game. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Ah, dit is het verhaal van een vader die dit vertelt tegen zijn zoon. Ik speel het als met de Xbox controller, maar ik speel gewoon op PC, hè, dat je het even weet. Ja, ik beweeg nu. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Okay. Ga je naar boven? Don't forget, protective gear is important. We gaan even naar boven. Wat een bijzonder huis dit. Wat is dat daar? Daddy's helmet. Cool. Er ligt echt van alles wat leuk is om te bekijken. Maar het is duidelijk dat ik waarschijnlijk hier wat moet doen. Okay. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Dus oom is op een mysterieuze manier verdwenen. En wij gaan uitzoeken waarom dat is. Wat is dit? Fantastic Frederick's Disposal System. Kan ik ook hier wat mee? Nee, ik kan hier niks mee. Daar zitten we ergens. Oké, in een erg besneeuwd gebied. Hier liggen ook boeken. To infinity and beyond. Okay. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Okay. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Ah. Okay, dus ik heb het nu aangetrokken. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Okay, laten we hier eens even aan gaan zitten. Okay. Oh, wow. Oh, alles trilt nu. Had ik hier op te staan? Ik denk het niet. Okay. I landed with a crash.
but thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then, I didn't care so much about where I was going. Oh, wow. Or how I would get home. Ik drukte gewoon op de rechter trigger, of de rechter button. Die doet ik vast. Oh, cool. Nou, dat leer ik straks waarschijnlijk wel. Laat ik maar even doorgaan. Left button, daarmee kan ik rennen. Oké. Okay. En mijn progress is saved. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Oh. Best be careful. Hij zegt het en ik val erin. Goed, snel, laten we even doorrennen. Oké, wat is hier? Vlindertjes? We kunnen daar gewoon heen rennen. Oh, nee. Oh, dat ging echt goed, denk ik. En nu? Hoe kom ik hier weg? Ja, waarschijnlijk door te springen. We kunnen naar daar naartoe. Alright. Ja, dat dacht ik net al. Dat had ik net per ongeluk gedaan. En dan kunnen we naar boven. Handig. Power jump. Doen we hier nog een keer. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols. But who? Where were they now? Okay. Charge up the suit and release right button while sprinting to power leap. Oké. Dus dan gaan we dus rennen. Yes, maar wel een beetje mis. Volgende poging. Nog een keer. Alright, dit ging beter. En nu? Ah, shit. Oké, nog een keer. Dan begin ik daar weer. Oké, ik mag niet helemaal aan het begin beginnen. Maar, ja, ik moet hier wel even wennen, hé. Vergeet gewoon die knop los te laten. Oké. Okay. I found a strange gizmo. Some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring, though. So I took the results to give to Fred. En daar zijn we. Wel apart dit, hé. Oké, hier is ook wat. Oh, nee. Ja. En welke kant moet ik nu op? Want ik kan twee kanten op, zo te zien. Ik ga even daar kijken. Omdat het lijkt alsof dit doodloopt. Daar is een tentje. Kan ik daar naartoe springen? Kun je dat proberen? Oké, kleine sprong maken. En dan sprinten we. Zo. Nee. Nog een keer. Oké, goed, gaan we weer. Ah, nee. Oh, ik druk. Oh, man. Ik ben wel sukkel, hoor. Nog een keer. Ik wil er daar naartoe. Net gemist. Maar dit moet lukken, denk ik. Dit moet lukken. Ja, oké. Okay. Wat hebben we hier? Hier is iets. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Kan ik hier op? Nee, natuurlijk kan ik hier niet op. Kijk toch uit, jongen. Wat stom. Goed. Het is lastig om en naar het verhaal te luisteren. En ook erop te letten wat je aan het doen bent. Oké, we gaan die kant op.
Dit is toch wel een tof verhaal om te horen als je voordat je gaat slapen. Zo'n avontuur. Nee, kom op nou. Wat ben ik toch slecht hierin. Oh, please, please, please. Echt, ik heb nul gevoel voor timing, hè. Vandaag. Ik moet je vertellen, het is al heel laat. Het is 1:30 s'nachts. En het is nog steeds 35 graden op waar ik zit op dit moment. Dus ik ben ook niet helemaal scherp. Oké, deze sprong kunnen we wel maken zo. Oeh, net. En nu moeten we daarheen. Alright, niet te ver, niet te ver. Moet ik weer hier beginnen? Oké, gaan we weer. Ik zag ook iets met grapplinghoek staan in die tekeningen waar we dat pak hebben opgepikt. Dat zou handig zijn als we een grapplinghoek hadden. Oké, en dan gaan we weer. Maar nu niet te afvallen. Nee, dat gaat goed komen dit. Waar zijn we? Wat is dit? The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Oké, aim and hold right trigger. Oeh, dat is handig. Ah, heel prettig dit. Dus, dan kan ik zeker daarop richten, op dat teken daar. Super cool. En super handig ook. Of niet zo stom te springen de hele tijd. Wat is dit dan? Wat zijn voor rare tekens? Geen idee. Oké. Okay. Het licht op zodra ik kan grappelen. Dit ligt toch op of niet? Cool. Cool, cool, cool. Maar ik kan dus niet daar naartoe grappelen. Ook. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Oké. Dus zo volgen we Fred. Oké, doordat we dat loslaten. Kunnen we daar naartoe, denk ik. Kunnen we overslingeren, dat dacht ik al wel. Dat deed ik net ook al zoiets. Nou, perfect. Wat hoorde ik nou hier? Oh, dat was ik zelf, denk ik. We moeten naar dat plateau. Daar. Die gaat nu terug. Dus. Hoppa, dat is beneden. Dus daar beneden is ook wat. Wat is dit? Oké, ik heb er iets afgehaald nu. Maar nu kom ik waarschijnlijk niet zo makkelijk weer terug. Oh ja, toch wel, daar. Ik kan er niet op. Maar zo wel. Je kunt dus precies zien waar. Want er blijft dus een marking achter. Maar ik heb gegrappeld, zeg maar ook, toch? Oh nee, dat wil ik niet. Oké, dan kunnen we dus en jumpen en grappelen en dan komen we nog hoger. Want ik kan daar niet bij. Dus. En. Nu val ik naar beneden. Ja, dit is niet de bedoeling, denk ik. Ik zit nu echt ook op een rare plek, trouwens. Gaan we weer. Jump omhoog. Maar dan moet hij echt opladen of zo. Oké, nog een keer. Nog een keer. Dus jump. En go. En dan zijn we hier. Power leap and the grapple will reach all far off areas. The adventure suit was fantastic.
kunnen halen. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Even kijken, hoe doen we dat ook weer zo? Nee, wacht nog een keer. Dit even wennen. Nee, dit is ook niet. Hier moet ik even uitzien te komen. Power leap en grapple. Grapple doen we zo. En power leapen doen we met. Zo, juist. Kijk. Goh, hé, dit is wel even pittig. Hier moet ik het nog een keer doen, het trucje. Daar gaan we dan. Dus. Rennen. En zo. Oké. Daar beneden, daar is ook wat. Cool. Hé? Weet ik dit niet? Dit lijkt heel erg waar ik net was. Dat zal het wel niet zijn. Oké. Als ik een moving object grapple, dan volg ik daar mee. Dus. Nou, dat is doen. Zo dus. Maar niet te ver. Oké, prima. En nu? Nu moeten we daar naartoe. Maar dan kom ik er even vandaan, dit. Ik heb gewoon alsof ik terugloop, maar. Ja, misschien is het ook niet zo. Nee, dat is niet zo. Ik moet daar naartoe. Ik moet de dingen pakken. Oké, dan moeten we even goed doen. Moet ik dan springen? Ik denk dat ik moet springen. Nog een keer. Nee! Oké, nog een keer. En dan gaan we. Zo, dat is wel even apart, hé. Dit is nog niet zo makkelijk. Het lijkt makkelijker dan het is. Waar zijn we nu? Ik hoor water. Ja, daar natuurlijk, dat water hoor ik. En nu? Hier naartoe. Nou, dit gaat heel leuk. Moet ik daar helemaal naar beneden? Nee, niet zo! Oké, jammer. Volgende poging. En dan grappelen we hier naartoe. Want hier heeft Fred ook gestaan. Denk ik. Moeten we hier naar beneden? Nee, ik denk dat we toch naar boven moeten. Oeh, en dan moeten we denk ik even kijken. Waar moeten we dan heen? Nee, misschien moeten we toch naar beneden. Ik zie het niet zo goed. Hier lager is nog wat. Oh, hier is ook nog iets. Oh, dat kan ik niet op. Oké. Goed. Dan moet ik even kijken waar ik dan heen moet. Ik moet naar boven, denk ik. Maar hoe kom ik daar? Ik kom bij die watervallen weg. Oh, hier. Ah, net gemist. Maar die moeten we wel hebben. Ja, die pakken we nu mee. Heel goed. Waar komen we dan uit? Ah, daar moet ik eigenlijk heen. Yes. Ah, net gemist. Oh, balen. Nog een keer. Volgende poging. En dan gaan we weer. Goed opletten, want ik was net kwijt. Waar moest ik heen? Ik raak zo gedesoriënteerd hiervan.
Zo, dit is beter. Oké. Wat moeten we nu doen? Wees gewoon een brug. Oké, dat is prettig. Maar die houdt hier weer op. A second power core. You can now grapple 2 times before landing. Oeh, dat is handig. Ja, daar wordt het alleen nog lastiger van waarschijnlijk. En nu ben ik neer. Oh nee, 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 nee. Oké, niet te snel willen. Niet te snel willen, gewoon springen. Stoppen, hier naartoe rennen. Ah, man. Wat een sukkel ben ik ook. En dan gaan we weer. En... Oké, goed. Hier moet ik heen. Hoeveel grapples heb ik over? Oh, dat zie ik rechts. Oké, op mijn handschoen zie ik dat. Ik kan 2 keer grappelen. Er komt er ooit nog een keer een derde bij ook. Nou, dat is... Daar wordt het vast niet makkelijker van, maar goed. En nummer 2. Oh, ga ik dit redden? Ga ik dit redden? Dat gaat niet redden, hè? Nee, dat gaat niet redden. Juist, ik moet momentum hebben. Dan gaan we weer. We gaan rennen nu. Nu heb ik momentum. Juist. Heel, heel cool. Goed, ik moet zo stoppen, denk ik alweer, maar goed. Waar zijn we nu? Een ontzettend raar gebied is dit. Nu moet ik dat ding vastpakken. En waarschijnlijk zo meteen overspringen naar een andere bewegende, juist. En dan raken we... Komen we hier. Oké, perfect. Oh, dat gaat best goed. Even afkloppen natuurlijk, maar... Nou, dit wordt de laatste die ik ga doen. Het lijkt me ook een hele lastige. Ik zou niet weten, jij moet er daar ergens uitkomen, denk ik. Maar goed. Ik denk dat we het... springtrucje moeten gebruiken, wou ik zeggen. Maar misschien ook niet. En daar gaan we dan. En redden we dit? Dit redden we, yes! Phew. Waar zijn we? Wat is dit? Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like, hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, oh, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special. But I don't know what happened to them. Goed. Nou, dat is een mooi verhaaltje om mee te eindigen met de... Nou ja, zullen we nog even die sprong maar... Weet je, ik wil zeggen stop, maar dan denk ik... Ja, maar nog 1 sprong en dan zijn we daar. En laten we dat even doen. Nou, laten we nog even deze doen, dan stop ik echt. Dit moet ik wel een power leap doen. Dat heb ik al door. Oké, dat is... Deze jump.
Aha, supercool. En ik loop nu op weg richting lampjes. Dit is een mooie plek om te stoppen, denk ik. Moet kijken. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Goed. Oh man, wat mooi dit, hé. Wat een gave wereld is dit. Echt leuk. Dit, ik ga trouwens wel stoppen nu. Ik wou even kijken waar we nu uitgekomen zijn. Oh man, moet je naar kijken. Dit is toch prachtig. Er zit ook nog iemand. Zo te zien. Wat een gave wereld. Hallo, who are you? You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller. And with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why, really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans. They talked like humans. How is that possible? Nou, en bij deze ondergrondse stad zet ik er een dik vet punt achter. Wauw, hé. Echt, echt heel leuk. Heel magisch. Hé, ik hoop dat je het ook leuk vond. Laat even weten hieronder. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Deel de video met mensen waarvan jij denkt dat ze het ook leuk gaan vinden. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van A Story About My Uncle. Bye-bye.